Hoe komt het dat jij in contact bent gekomen in het begin met jeugdzorg? Wat was er aan de hand? Mijn moeder had eigenlijk persoonlijke hulp nodig. En zij lag in echtscheiding met mijn vader. En omdat zij de persoonlijke hulp niet kreeg, heeft ze even voor zichzelf gekozen. En is ze even weggegaan, heeft ze een briefje voor mijn moeder achtergelaten. Dat ze even tijd nodig had voor zichzelf. Briefje aan je oma? Ja. Ja. Maar helaas zagen ze dit als hulp niet goed, zeg maar. En zijn wij uit huis geplaatst. Is jeugdzorg gebeld door mijn oma. Zijn we uit huis gehaald. Dus omdat je moeder in een echtscheiding lag, even rust nodig had. Je stuurt een briefje naar je oma waar jij op dat moment bent. Die denkt van, joh, ik schakel gewoon even hulp in. Wat kan er misgaan? Ja. Maar wat gebeurde er toen? Nou, toen werd ik bij mijn tante geplaatst. En mijn zus bij mijn oma. Maar naarmate de tijd wouden mijn tante en oma ons graag bij elkaar houden. Omdat, ja, we waren zussen. Dus die wil je niet uit elkaar halen. Mm-hmm. En toen werden we in een pleeggezin gestopt. En daar is eigenlijk alles misgegaan. Wat maakte je daar mee op jonge leeftijd? Ik ben van stapelbedden afgegooid. Ik mocht niet eens samen. Ik zat samen met mijn zus op school, op dezelfde school ook. We mochten niet samen naar school lopen. We mochten ook niet samen van school naar huis lopen. Er werden cadeaus gegeven van onze ouders met Sinterklaas. En echt tassen vol voor verjaardagen, kerst, Sinterklaas. Er werd allemaal aan eigen kinderen gegeven. Ook zijn de mensen waar we woonden op vakantie gegaan. Wij bleven thuis. Nou ja, was dat voor ons eigenlijk een soort verlichting. Stofzuigers heb ik naar mijn hoofd toe gekregen. Verschrikkelijk. Je hebt van je 5e tot je 18e te maken gehad met jeugdzorg. Je beschreef net aantal pleeggezinnen. Maar je hebt ook te maken gehad met ongelooflijk veel leefgroepen waar je op een gegeven moment op wordt gezet. Ja. Wat gebeurde daar? Verschrikkelijke dingen. Ik ben verkracht in een leefgroep, een besloten leefgroep. Ik was zelf 13, de jongen in kwestie was 18. Ik heb gelijk mijn ouders gebeld ook toen, gelijk gemeld bij begeleiders. Toen mocht ik even met mijn moeder mee, om maar even uit de situatie zelf te zijn. Maar ik zou aangifte willen doen, zeg maar, op 13-jarige leeftijd. De jongen was 18. Maar mij werd door jeugdzorg verteld dat ik dat helemaal niet kon doen. Want de jongen in kwestie had zijn straf toch al. Omdat hij op zo'n leefgroep zat, ja. Was hij in principe al gestraft. Ja, dus dat is verschrikkelijk. En daarna ben ik op een leefgroep geplaatst en... hier kwam uiteindelijk de desbetreffende jongen ook. Dus je bent hem later gewoon weer terug tegengekomen? Ja,